De traditionele Pagara Estafette in de binnenstad van Paramaribo was ook dit keer een groot succes. Nagenoeg alle bedrijven van de Dominee en Jodenbreestraat hebben geparticipeerd aan dit jaarlijks terugkerend evenement. Het bedrijf Dresscode was wederom de sponsor van de ATV-crew die live was in de binnenstad. Mensen zijn van heinde en ver gekomen om deelgenoot te zijn van dit groots festijn. Suriname is een van de plekken waar Oroyari het best gevierd wordt. Dus samen met het team van presentatoren zullen wij proberen om u te laten genieten van alles. Maar als hoogtepunt natuurlijk de Pagara Estafette die op verschillende plekken hier in de binnenstad zal plaatsvinden. We hebben vergaderd met iedereen. En de mensen zelf, Pago, Vrijmussum, die mannen van I Love Suri, zo. Iedereen was erbij, die mevrouw van Suri Vesta. En zij hebben toen besloten dat ze op 5 uur gaan stoppen. Okay. Heb ik ze gezegd, oké, als jullie dat zeggen, dan ga ik dan zo komen in de media. Iedereen was akkoord. No, die takas aan iedereen, maar wie valt me aan? Maar nu, naar de man. Dus ik zeg, als de bevolking vindt dat ze willen feesten tot 12 uur zou ze willen afstemmen, hebben ze van mij alle granny. Dan moeten de mensen die organiseren, moeten ze doorgaan. Zij hebben beslist. Maar ze worden niet om 5 uur te stoppen. Nee, is voor mij, maar mogen ze doorgaan tot 4 uur op de. Deze periode is in Suriname een aparte periode. Toch? Het is eigenlijk in het hele gebied hier zo, Zuid-Amerika enzovoort, nou, enige korte feest is zo. En overdag. Dus we moeten er gebruik van maken en we moeten het promoten. Dus midden. Zij hebben toen beslist dat ik daar mee kon mee gaan. Uno beslissing. Want ik doe alles, ik doe dingen in overleg. Maar als ze door willen gaan, van mij pad mag het. Hey, Happy New Year. Iedereen thuis ook Happy New Year. Maak er het beste van. Gado Segi. Look at the big one, no forgetting. Omdat de big one ook bakajono. Look at them ook toe. Geen hem ook aan. Iedereen, God zeker voor het nieuwe jaar. All the best. Afgelopen jaar weg te zien. En wow! 1, 2, 3, Happy New Year! Tot zover een indruk van de Pagara Estafette vanmiddag in de binnenstad. Management en personeel van ATV wensen de Surinaamse gemeenschap een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Wees in alle opzichten voorzichtig. En u wordt bedankt voor de ondersteuning in het afgelopen jaar. En we spreken elkaar gezond en wel in 2020.